In deze video gaat Celine alle kleren die ze niet meer gebruikt verkopen. En niet aan 49,99 euro of andere gekke prijzen, maar gewoon alles aan 1 euro. 1 euro. Celine heeft echt heel veel kleren, die liggen ook echt overal. Dus we besloten om een echte winkel te openen. En wat er verder gebeurt, zien jullie in deze video. Let's go! Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En het is momenteel 7 uur in de ochtend. Ja. Want Celine had een gek idee, toch wel gek idee. Ze heeft heel veel kleding thuis. En Celine zei tegen mij, ik wil eigenlijk van al mijn kleding vanaf. Maar ik wil er iets leuks mee doen. Dus we zaten even te denken en toen zijn we op het idee gekomen om hier in Weirahem Shopping een winkel te openen. Voor één dag en al Celine haar kleding te verkopen. En 1 euro. En achter ons, dit dus, is onze winkel. Dit hangt hier al, exclusieve pop-up, alles aan 1 euro met Celine Dept, zolang de voorraad strekt, staat erop. Ja. Hier zo, maar geloof mij, de voorraad is echt heel veel, want dit en dat daar zit vol kleren. Eerst wat marketing, want er ligt daar nog een sticker en die moet nog omhoog gehangen worden. Uh-oh. Ik heb nog nooit zo'n grote sticker. Uh-oh. Kan ik helpen? Ik ga het proberen. Nu. Stap 2. En stap 3. Vlakt het al? Hangt het recht? Ja, maar scheef is ook goed voor mij. Okay. Ja, het ziet er goed uit zo. Ja, oké. Okay. Ik denk dat je pro-stickerplakker bent. Oh, het is raar om mezelf zo groot te zien. Dit is onze winkel. En kijk eens aan. Het valt wel op, hoor. Ja? Ja, heb je goed gedaan. Het hangt redelijk recht. Ja, maar... De klokken luiden. Die zeggen... Travailler! Dit zijn dus allemaal kleren van Celine die je niet meer draagt. Nee, klopt. Of die te groot zijn geworden of zo. En zo gaan we dus alle rekken hier volhangen. Daar ben ik. En we hebben ook dezelfde outfit vandaag. Ja, maar mijn jas ligt daar verkocht. Het is heel warm. Let's go. De winkel is klaar. Wauw, geef ons eens een rondleiding. Maar voor we binnengaan, heel belangrijk, de richtlijnen voor je binnenkomt in de winkel. Want hier staat maximaal 10 personen, maximaal 5 aankopen. Je kan niet passen, je kan niet retourneren. Betaling is alleen cash. En zodra je binnengaat, geef je toestemming om in beeld te komen op deze prachtige YouTube-video. Net als deze prachtige marketing. De ingang, geef ons een rondleiding. Vind je heel veel kleren. Oké, okay, en heel veel mooie stuks voor 1 euro. 1 euro, een voicecrack opnieuw. Gaat snel weg zijn allemaal. Mensen moeten wel een beetje op gevoel de aankoop doen, want passen lukt niet. Ja, maar dat doe ik meestal ook, want ik haat passen. Oké. Okay. Patches. Mooie patches. Truin, semi-merch. Semi, dat is allemaal te klein voor Celine. Wij hebben thuis alles. Hebben dubbel, driedubbel, vierdubbel. Heel veel kleedjes. Oh, gala-kleed. Ja, kijk, als je naar een feest moet binnenkort. Voor 1 euro. En het laatste rek? Ja, nog verschillende jasjes, truien. Oh, deze jas, 1 euro? Ja, inderdaad. Ik denk wel dat het hier straks heel druk gaat zijn. Zodra mensen doorhebben dat hier alles aan 1 euro verkocht wordt. Ik denk het ook. Het zijn ongeveer 210 stuks. Dus op het einde hebben we ongeveer 210 euro. Ja. En wat we daarmee doen, zie je op het einde van de video. Yes! Stop, stop, hou ermee op. Wij hebben een leuke vraag voor jullie. Want wij verkopen vandaag kledingstukken. Maar wij vragen ons af hoeveel kledingstukken jij aan hebt op dit moment. Laat het weten in de reacties. En we gaan ook voor 17.777 likes. En wie weet doen we het ooit opnieuw. Let's go! Even kort de taakverdeling. Ja. Giel gaat filmen. Die GoPro daar gaat filmen. Daar. Yes. En jij staat achter de kassa. Ja, inderdaad. Kom dat zien, mensen. En ik ga ook klanten lokken. Dat kan ik goed. Kom maar, iedereen welkom. Verse appelen, verse peren. Peren, alles aan hun euro. Oh. 5 minutes later. De winkel is officieel geopend. Yeah. Let's go. En we hebben onze eerste klanten al. Welkom. Alles aan 1 euro vandaag. Dus kijk maar rustig rond. Daar zijn de mensen al aan het kijken. Hier zijn de tweede klanten. En ik vind het wel echt grappig. Oh, wat wordt er hier verteld? Ja, we moeten kijken hè, naar de mensen. Dat alles goed verloopt. Ja, we hebben security, we hebben alles. Hè. Yeah. We hebben alles. En hij ziet er echt uit. Kijk. Zien jullie iets wat jullie interesseert? Iets. Ja, dat? Oké, okay. Wel belangrijk, heb je de regels gezien? Max 5 stuks per gezin. Hebben jullie niets gevonden?
Oké, okay, en voor jou? Links? Ah, oké. Okay. Voilà. Doei! Ze zegt dat ze te oud is voor jouw kleren. Ja. Dat had ik nu ook niet gedacht, dat mensen gaan buiten stappen zonder iets. Voilà, de eerste verkoper. Nu ben ik wel benieuwd. We hebben hier als eerste de semi-trein die er doorgaan. Ja, uit 1 euro. En het zijn 5 stuks. Helemaal goed. Dat is dan 5 euro als je... Dank u wel. De eerste klanten zijn weg. Ja. Heb je klanten gedaan? Het is wel leuk om te zien dat de winkel al aanspreekt vanuit het begin. Het loopt. Goede marketing en zo. Ja, ik ben wel benieuwd of het straks nog drukker wordt, want nu is het heel rustig. Ja, die mensen zijn weg. Hoeveel zakken zijn er? 30 maal 5 stuks gaan er te weinig zijn. De tweede klant is aan het afrekenen. En hoeveel stuks? 5. 5 stuks. Voilà. Mevrouw, wat een dag, hè? 5 stuks aan 5 euro. Top, hè? Goedkoop. Voilà. Dank u wel. Dag, ja, tot ziens. Al 10 stuks de deur. Ja. Hij is je trui aan. Ah, hey. Een semi-trui voor 1 euro is ook wel uniek natuurlijk. De semi-stuks vallen wel in de smaak. Dank u. 2 euro alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Dank u. Ja, dank u wel. En het gaat vooruit, want we hebben weer semi-stuks. En een pet. De eerste pet. Ja. 3 euro alsjeblieft. 3 euro. Huppa, terug. In de kluis. Dankjewel. Voilà. Je gaat straks blij mee zijn. Alsjeblieft. Doei. Mevrouw, de uitgang is daar. Nee. Juist. Nee. Ze stapt naar hier. Ik zeg, mevrouw, de uitgang is daar. Daar zijn de volgende klanten al. Veel shopplezier. Voor jullie zal het wat groot zijn, maar alles kan, alles mag. En ik zie dat meneer al geïnteresseerd is in hoedjes. Hier hangt een hoedje. Kan je dat eens opzetten? Alsjeblieft. Het zal misschien wel een groot hoedje zijn, maar... Oh, la 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 la. Hey! Ja, we hebben een hoedje verkocht. Hey! 2 euro. We hebben hier al... Ze gaan afrekenen. 1 euro terug. Is het het hoedje geworden? Ja. Ah, voilà. Vind je iets? Nee. Oh, je vindt niks. Zoveel keuze. Petjes, hoedjes. Je vindt niks? Oké, okay, kan gebeuren. Alles is 1 euro, hè. Dat wist je nog niet? Nee. Alles aan je hand is 1 euro. Ah, nu gaan ze nog eens kijken. Ah, misschien wist ze het uit. Ja. Heb je dat gehoord? Ik heb dat gehoord. Celine en Michiel verkopen alle kleding aan 1 euro. Ja, ja. Hey, onze marketing is top. 2 stuks. Ja. Voilà. 2 euro. Alsjeblieft. Doei. Ik wil een kaartje een keer. Oh, de uitgang is langs daar. Doei. Dank u wel. Tada. Ja, het begint te leven. We hebben een wachtrij. Daar zijn de volgende klanten. Veel shopplezier. Dit is de winkel op dit moment. En er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mensen binnen. Security, er zijn 11 mensen binnen. Ja, weet ik. Ja, dat... Oké. Nee, het is dus ongeveer 10 mensen binnen per sessie. Dus nu is het wachten voor de volgende mensen tot het volgende gezin naar buiten gaat. Hoe vaak heb je dat gedragen? Ja, echt vaak. 1 euro. Ja, perfect. Ja. Doei! De uitgang is langs daar. Doei! Vinden jullie iets? Ja? Maar jullie hebben ook al, wat zie ik, 3 stuks vast? 3 stuks hebben we wel. Oké, het is max 5 stuks per gezin. Oké, super. Oké. Dan zijn we er bijna. Ja, hier wordt het moeilijk, denk ik, om 5 stuks te nemen. We gaan 5 nog over dit zien. Ah ja. Ja, maar dit is het 5e, toch? Of, mevrouw, hebt u iets laten vallen? Ja, ik heb iets laten vallen. Nee, ik laat ook altijd alles vallen als ik ga winkelen. Maar dit zijn nu 1, 2, 3, 6. Ja, moet je kiezen. Maar ik vind dat hetgeen wat je aan hebt lijkt op dit, dus ik zou dit misschien laten. Heb ik daar een punt? Je hebt een punt, ja. Ja, ik moet een beetje shopadvies geven, hè. Je doet het supergoed. Je bent een goede werknemer. Wat wordt het laatste stuk? Het lelijkste. Het lelijkste? Ah, het is wel allemaal van Celine. 5 euro. Alsjeblieft, is voor het goede doen. Ja. Graag maar. Ah, dat is heel lief. Oh, dat is heel lief. Ja. Dank u wel. Dat was dan 2 euro per stuk, maar dank u wel daarvoor. Dank u wel. Super. Dank je wel. Dag.
En ondertussen wordt het druk aan de kassa. Het is druk aan de kassa. Meneer. Hallo. We krijgen boze klanten, hè. Huh? Oh, de mensen staan hier te wachten en ze zijn heel boos aan het kijken, hoor. Voilà. De volgende mensen zijn binnen. Hoeveel stuks hebben jullie mee? Vijf. Vijf stuks. Wil jij eens? Hallo. Het zal te groot zijn voor jou, denk ik. Daar wordt er gefacetimed. Met de dochter. Hallo. Hallo, vind je het een mooie trui? Ja. Ah, voilà. Het zal die trui worden. Hij gaat wel een beetje groot zijn, maar ja, ze zal wel nog groeien waarschijnlijk. Jij wil je voeten meten naast mijn voeten? Ja. Oké, dan gaan we... Neem maar je rechtse voet. Dit is het verschil. Welke maat heb je? 36. Ah, dit is maat 50. Oh, mijn god. Voilà. Het is geen echte baby, by the way. En daar loopt iemand weg met de pet. Ja, maar ze heeft... Ja, ja. Ze heeft wel betaald. Dit is trouwens een trui. Kan je die eens tonen? Ja. Die gemaakt werd als voorbeeld voor Rewind. Maar uiteindelijk werd het al een andere trui die we gedragen hebben. Op de casttour was het, denk ik. Of op de filmset. Ja, het was alleszins met de film. Maar die is het niet geworden. Dus die is super uniek. Er is maar één stuk van. Hey! Salut! Je hebt juist al betaald. Oh, goed. Attent. Die mevrouw probeert ons hier af te leiden met FaceTime. Was bijna op heterdaad betrapt, maar nog net op tijd. Of niet? Ja. Wat? Maar 1 euro. Ja, maar 1 euro bij. Ja. En briefjes? Ja, dat wel. Briefjes? Ah, wel, we kunnen teruggeven, hè. Maar ik denk niet dat dat gaat passen bij een broekje. Ah, ja. Ja, dan heb je wel het pak compleet. Ben je security of verkoper? Sorry. Helemaal ja. De security is hier van alles aan het uitsteken. Hij heeft tassen gehaald. Ah ja, klasse. Dankjewel. Klasse, tassen. Het zou ook wel erg zijn mochten we een aantal stuks niet verkopen. Voilà. Dat zegt veel over Celina kledingstijl. Oh, emotional damage. Oh-oh. Sorry. Oh, is dat nu weer? Ja, die moet ik even... Oh, is dat nu? Hallo. Mijn dochter is helemaal gek van baseballjasjes. Oké. Okay. Oh. En ik zie hem nu opeens ertussen hangen. Ja. Ik denk als ik die niet meeneem... Oké, okay, is wel straks 1 euro, hè? Ik krijg 5 euro van Oh. Het is momenteel heel druk en de broeken die worden het minst verkocht tot nu toe. Maar wel moeilijk als je ze niet kan passen. Ja, ik denk moesten die omhoog hangen, zou het beter zijn, maar ze hadden geen broek op zitten. Hoeveel stuks zijn er? 5. Ja, dankjewel. Doei. De hoeveelste zak zou dat geweest zijn? Rond 20. Oh, supermooi. En het past bij het truitje. Mooi. Het is al de tweede die komt dat hij al aangedaan heeft. Ja, dat is wel lief, hè. De kledingrekken beginnen leger en leger te geraken. Ja, dat is wel positief, hè. Gaan we alles kwijtraken, denk je? Ja, ik denk van wel. Ja? Wat denk je? Ik hoop van wel. De broeken worden ook opgehangen, zodat het hier niet één hoopje is. Dat is wel positief, hè. Ja, dat is heel handig. Celine heeft iets opgemerkt. Die stuks ga je daar hangen? Ja, inderdaad. Dan is dit rek leeg. Maar, wat is dan jouw opmerking? Een leeg rek is niet mooi. Nee, en die broeken kunnen niet passen. Dus... Ja. Maar iets leeg wil wel zeggen dat het goed draait, hè? Ja, dat is wel waar. Jullie hebben 2 stuks. Oh, je weet het nog niet. Ah, niks in jouw maat. Ja, het is van Celine ook, hè. Maar ik zou het meenemen. Je gaat nog groeien. Zeg, het is 1 euro. Ja, ze gaat het doen. Michiel zijn verkooptrukken werken. Fijne dag nog. Daar is de uitgang. Doei. Hebben jullie al iets gevonden? Ja, kijk maar rond. We gaan even van job wisselen. Ik achter de camera, Michiel aan de kassa. Oh, kijk eens aan. Hoi. Ja, perfect. Alsjeblieft. Kijk eens aan. Wauw. Ervaren al hoor. Volgende. Oh, mijn broek. Heb je een zakje nodig? Nee. Dat is 1 euro alsjeblieft. Dankjewel. Fijne dag nog. Voilà. En nog een foto. Celine is ondertussen alles een beetje mooi uitleggen opnieuw. Ja. Ja, de winkel moet wel draaien natuurlijk. Dat is belangrijk. Ja, als het even rustig is aan de kassa. 1 euro, het is verkocht. Ja, voilà, het is weg. Je doet het wel goed hoor.
Dank u. Geen zak nodig, hè? Oké, top. Salut. Céline had je al afgerekend. Ja. Anders bij een commentaar. 3 euro. Toch? We hebben een klant met een gebroken arm. Pols. Hoe heb je dat voor gehad? Handenstand. Ja. Ah ja, ik ben ooit ook eens echt hard gevallen op mijn sleutel. Nee, hoe zeg je dat? Staartenbeentje. Ja, ja, dat is echt pijn. 1 euro. Dankjewel. Nog een fijne dag. Doei. Uitgang is die kant. Doei. Gips, wil je een handtekening op het gips? Ah, er staan al namen op. Anders moeten we hier van voor doen. Ja. Voilà. Mooi, mooi, mooi. Ah, ik mag er ook bij. En Michiel komt er ook bij. Alsjeblieft. Voilà. Dat is onze stift. Doei. De rekken beginnen leeg te geraken, maar er is net echt iets geks gebeurd. Want er kwam een man binnen die zelf ook een VZ2 heeft. Ja, en die heeft 100 euro gedoneerd. Dat is wel supermooi. Echt, respect. En niets meegenomen. Niets meegenomen. Dus meneer, als je kijkt, nogmaals, dank u wel. Dat is heel mooi. Céline heeft net geteld. Er hangen nog 80 stuks van de 210. Céline houdt alles in het oog. Ik zie je, hè, meneer. Hij ziet jou ook, hoor. Oh, oh. More moments later. Omdat we binnen 10 minuten sluiten, hebben we even alle mensen binnengelaten die nog aan het wachten waren. Nu is het wel redelijk druk, maar dat is goed voor de verkoop. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, ik denk een 20-tal mensen ongeveer. En Céline is nog steeds aan het inpakken. En jij bent van Antwerp. En speel je bij Antwerp? Dat is cool. Ga je ook iets meenemen? Ja, oké. Okay. Kijk maar rustig rond. Wegens succes blijven we open. Ja. Want we hebben... Mag ik zeggen? Ja, ja, maar we hebben gezegd, we sluiten pas als het leeg is. Ja. Daar staan nog 3 mensen. Daar staan 4 mensen. Blijven gaan. Blijven gaan, blijven gaan. 2 euro en ze heeft 1 stuk. Dankjewel, mevrouw. Ja, heel lief. En ze is matching met haar dochter. Dat is mooi. Doei. Het blijft wel echt druk, maar ik vraag me af wanneer alles gaat weg zijn. 2 euro. Doei. Doei. Graag gedaan. Doei. Die broek heb je ook veel gedragen, hè? Ja, die is leuk. Maar voor mij is die te kort. Ah, dus hopelijk voor iemand wel lang genoeg. Céline blijft gaan hier aan de kassa. Oh, en we hebben nog iemand. Ja, net op tijd. Kom erin, kom erin. Net op tijd. Hallo. Hallo. High five. Huppa. Jij wil een shout-out doen? Ja. Naar? Jama, mijn zus. Oh, dat is heel lief. Maar, dat is super lief, maar je hebt niks mee. Nee. Voor, kan je voor Jana iets meenemen? Alles is 1 euro. Oeh, nee. Ik vind er niks voor haar. Ja, het is al redelijk leeg. Céline heeft alles gedragen, hè. Als je dat zegt tegen Jana, dat je een kledingstuk hebt van Céline. Het is 1 euro. Voor Jana. Ja. Oké, tot de volgende. En de laatste klant is ook net vertrokken. Wat wil zeggen dat de winkel gaat sluiten. Daar is het dicht. Daar gaat het nu voor je, daar beneden. Kunnen we nu eens stellen van de 210 ja, stuks benieuwd. Hoeveel we nog hebben? Even hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 32, 34. Van de 210. Ik heb het net uitgerekend. 83,8%, dus 84% verkoop. Dat is een heel geslaagde dag. Daardoor vroegen toch nog 2 mensen om binnen te komen. Met dus, veel plezier. Ja, die hebben we nog binnengelaten natuurlijk. Dit is de opbrengst. Iedereen is weg. We hebben het net geteld. Ja. 314 euro. Wauw, geslaagd die dag. Dankjewel iedereen die is langs geweest. Dit gaat naar de VZ2 Hippo & Friends, dat onderzoek doet naar diabetes. En dit... De rest is over. Van de kleding gaat via Weinigem ook naar een goed doel. Ja. Dat gaat Weinigem nog zelf uitkiezen. Dus een geslaagde dag, denk ik. Yes, well done. Wat vind je er zelf van? Ik ben trots. Nu kan ik eindelijk mijn kostuum uitdoen. Ik heb hoor. Kan je nu nog 1 keer tellen hoeveel stuks? Want die laatste mensen hebben nog wat meegenomen. 29, 30, 31. 31. Dat is ook wel mooi. Dus vergeet de kluis niet. En wij gaan nu eens gaan eten. Mijn bek af. Alright, we zitten in de auto. Ja. Heerlijk gegeten. En ik moet zeggen, dit was wel echt een van de leukste manieren om alle kleding die je niet meer draagt. Dit is de beste route. Je zou om 16:00 PM bij je bestemming moeten aankomen. Bedankt. Ik wou dus zeggen, dit was een van de leukste manieren om kleding die je niet meer draagt weg te doen. Ja. Sorry, ik ben echt... Supergoed gedaan. Meer dan 300 euro opgehaald voor het goede doel. Ja.
dat is supergoed. Nog meer dan 30 stukken kleding die naar een ander goed doel gaan. Dan nog 2 shout-outs, heel belangrijk. 1 naar Weerhem Shopping Center. Dank u wel dat we hier onze winkel mochten opbouwen. Ja. En dan shout-out 2 naar iedereen die langskwam. Mm-hmm. Ook de mensen die extra geld doneerden. Ja, dat waren er ook heel veel. Dus dank je wel daarvoor. De VZW's zullen heel blij zijn. Ja. Dank u wel. Hopelijk vond je het leuk. Vergeet te liken en te abonneren. Yes. En we zien je gewoon in de volgende video. Peace!